Hopsakee, daar ben ik. Wie wil met mij vechten? Wie? Wie? Oké, weet je wat ik ga doen? Kijk, ik zit nu gecrouched in F5. En als hij het niet door... Oh, er zit hier gewoon iemand. Oh, ik moet in deze modus moet ik vechten. Want ik heb geen tijd om op F5 te drukken. Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft video. Mijn naam is Enzo Knol en wauw, hier ben ik wel zeker weten blij mee. Meteen een explosive bow met natuurlijk de 4 arrows en 3 enderpearls. Oh, en een zwaard dames en heren. Dit kan toch niet beter beginnen. En dan ook nog een diamond pickaxe dames en heren. Ik ben zo ongelooflijk happy. Maar wat staat hier nou in de fik? Hoe kan dit nou weer in één keer? Heeft die man... Oh, die man heeft gewoon iets gegooid. Die vervloekt mij gewoon. Die moeten wij straks zeker weten even te grazen nemen. Maar eerst ga ik jullie vertellen waarom ik nu in mijn eentje aan het opnemen ben. Ik heb geen vrienden meer. Nee, dat is het helemaal niet. Gelukkig heb ik nog wel vrienden, ja. Er was een moment dat ik niet zoveel vrienden meer had. En dat kwam niet omdat ik kut was of zo. Dat kwam gewoon omdat ik nooit meer buiten kwam. En altijd... Holy shit! Holy shit, jij gaat mee naar boef! Jij boef! Haha! Oh, nu heb ik 6 enderpearls! Dit is al ongelooflijk super nice. Holy shit, ik kan mensen nu zo makkelijk uitmoorden. Dat is echt niet normaal. Want ik heb ook nog mijn TNT. En als ik die plaats, gaat die... Oh, als ik die plaats, gaat die ineens af. Hoe de fuck moet ik dan ooit die TNT af laten gaan? Ja. Daar snap ik helemaal niks van. Ik wil even praten over Minecraft 1.9. Want die is nog steeds niet begonnen. Dat klopt. Op dit moment ben ik lekker in, niet Oostenrijk, maar in Frankrijk aan het snowboarden. Hopelijk zijn jullie... Oh, dit is heel erg mooi. Hopelijk zijn jullie heel erg aan het genieten van alle snowboard vlogs. Ik denk het eigenlijk wel. Want daar doe ik altijd weer mijn best op met het editen. En ik denk dat ik nu ondertussen ook alweer een paar keer op mijn bek ben gegaan tijdens het snowboarden. Anyways, laten we daar niet te lang over praten. Want dan kunnen jullie gewoon de vlogs bekijken natuurlijk. Wat even handig is om te weten... Is dat natuurlijk het er wel aankomt, de 1.9. Ze zouden eigenlijk al veel eerder beginnen, Minecraft. Ze hebben namelijk al het een en ander een keertje aangegeven. Via de Twitter geloof ik dat het was van een van de Minecraft-makers. En die zei, ja, 1.9 komt in februari. Of nee, januari, maar dat is niet gekomen. Tenminste, ze zeiden het niet op die manier, maar wel... gewoon hints, weet je wel. Van ja, we gaan ervan uit dat het in januari komt. Is uiteindelijk niet... Oh mijn god, dit is echt super nice. Holy shit. Wow, ik krijg gewoon dubbele items. Wow, ik heb gewoon full armor. Oh mijn god, dit is zo overpowered. Oh, die gast wil met mij vechten. Nou, dames en heren, ga ik eerst even met die gast... Even een hartig woordje spreken. Kijk, dat is in ieder geval dat. En dan ga ik nu even deze innemen. Ah, jij gaat eraan, maat. Eén klap, dames en heren. En dan heb ik ook nog dit van hem gekregen. Heb ik dit van hem gekregen. Oh mijn god, heerlijk. Ik ga dit winnen. Sorry dat ik het zeg. Of ik bedoel, sorry als het arrogant overkomt. Maar ik ga dit gewoon winnen. Aangezien de items die ik gewoon hier allemaal heb, kan ik het gewoon niet meer verliezen. Holy shit. Er is daar iemand aan het bouwen. Hoppakee. Die heb ik heel even bang gemaakt. Of kwam ik er niet... Of kwam ik niet tegen hem aan? Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon dit doen. En dan doe ik dit. Ik ga hem bang maken. Ik ga hem bang maken. Want ik heb natuurlijk helemaal niks. Ho, wacht, wacht. Ho, ik heb wel wat. Ho, ik heb wel wat. Gaat dit allemaal ontploffen? Ja! Ja! Ik heb gewoon een kill. Holy shit, holy shit, holy shit. Ik heb gewoon een kill gemaakt op die manier. Fucking geniaal. Maar de 1.9 is waarschijnlijk nog steeds niet uit als ik terug ben van Windsport. Maar ik heb daar iets op verzonnen. Je hebt namelijk Snapshot. En Snapshot is een soort van... oh mijn god, dat meisje. Ik wou bijna die gast zeggen. Dat is zo standaard, hè. Dat je zegt die gast. Maar ik moet zeggen die meisje. Die is zwaar op mij aan het schieten. Maar ik heb dus nu besloten dat als ik terugkom van Wintersport en nog steeds heeft Minecraft niet de officiële, want dat is heel erg belangrijk, want heel veel mensen zeggen altijd, ja, maar SO 1.9 is al uit. Dat zijn snapshots, dus dat is een soort van beta, dan kan je alvast een beetje het een en ander testen. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zo doen. Hop, en nu ben ik naast dat meisje, sla ik er zo vanaf. Nou, hey, GG, of niet dan?
Makkelijker dan dit kan haast niet. Dat was echt heel makkelijk. Oh, nice. Hier zijn ook wat leuke spulletjes. Er zijn nog maar 3 tegenstanders over. En daar kan ik eigenlijk heel erg makkelijk naar teleporteren. Dus laat ik even... Oh, nice. Ik zie dat ik weer wat beter armor aan kan doen. Heeft hij ook een strength potion? Nee. Ik heb ook niet meer mijn strength potion aan. Die is uitgewerkt, dus ik ben geen Hulk meer. Maar ik ben nu gewoon weer mezelf. En dat is ook best sterk hoor, moet ik zeggen. Mag ik wel van mezelf zeggen, toch? Nou, laat ik die TNT niet gaan gebruiken. Ik ga gewoon op deze manier doen. Want die harming doet serieus veel damage. Het doet echt iets van 2,5 hartje, geloof ik. Maar dames en heren, als ik dus terugkom, ga ik gewoon snapshot beginnen. Dus dat betekent alsnog de 1.9, maar dan in de beta versie. Zodat ik sowieso weer kan beginnen met Minecraft Survival. Ik mis dat zo erg, dames en heren. Ik mis dat net zo erg als jullie. Mensen hebben gewoon gedacht dat het niet meer terugkwam. Maar dat is het echt niet, dames en heren. Dat is het echt totaal niet. Ik ga even heel safe spelen. Ik ben bang dat als ik ga bouwen dat ik die bug krijg. Dood jij? Oh, nou, jij hebt het overleefd. Heel erg knap. Ik ben bang dat ik die bug krijg, waardoor ik dan van de map afval. Dat zou super zonde zijn, want ik heb eigenlijk ook al gezegd dat ik ga winnen. Dus ja, dan moet ik even een beetje oppassen met wat ik doe natuurlijk. Dus we gaan dit potje gewoon even lekker met z'n tweeën, 1-op-1 wij. Tenzij je kijkt met een vriend of vriendinnetje, gaan we gewoon lekker ownen. En dan als ik terugkom van wintersport, ga ik een begin maken aan de survival. Het is niet zoals ik het eerste moment dat ik thuis ben meteen ga beginnen. Ik zit natuurlijk ook midden in de verhuizing samen met D. We hebben natuurlijk al wel een bank besteld. Wat 12 tot 14 weken duurt om te laten bezorgen. Dus we moeten het eerst nog even doen met de oude bank die we hier hebben in deze woning. Waar ik nu nog in opneem. Ga ik ook weer op een andere plek opnemen. Wordt allemaal super vet. Ga ik een nieuwe knolhol maken. Ik heb zoveel zin in die avonturen. Maar... er staat iets tegenover en dat is tijd. Het neemt heel erg veel... Oh, zie ik daar nou iemand? Yes, ik zie daar iemand. Het neemt heel veel tijd in beslag, dames en heren. En de Minecraft Survival neemt ook veel meer tijd in beslag. Laat ik even dat gaan opblazen daar. Hoppakee. Au, ik word beschoten. Boom. Bam! Hopsakee. Wow, dat deed echt gewoon dikke damage, man. Super nice. Hij heeft in ieder geval geen... oh, dankjewel voor de pijlen. Hij heeft in ieder geval geen boog waar je... Au, dat deed pijn. Waar je explosive op hebt. Oké, even kijken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik pak nog een harming erbij. En die zet ik er gewoon naast. Die blokjes heb ik waarschijnlijk toch niet meer nodig. En dit is de laatste die er is trouwens. Dit is de... Oh, hij heeft nog een pijl. Au. Oh, hij had er nog één. Oh, ja, maak ze maar op. Heel goed. Boom. Oké, die was nice, Oké. Wow. Oh, shit, die kan nog niet. Haha, grapje, prank. Hier heb je hem. Kijk, en nu ga ik hem verrassen, hè. In één keer sta ik daar. In één keer. Hoppakee. Zie je wat ik bedoel met die potion of harming? Je hoeft één keer en de pul één keer te slaan. 2 potions. En hij is gone. Pieuw. Plop. Nou, die vind ik altijd leuk. Die sound effects vind ik gewoon altijd leuk om te doen. Ik wil eigenlijk in een map waar ik gewoon in mijn eentje kan. Oh, dan moet ik eigenlijk gewoon in solo. Want daar heb je alleen maar die mappen waar ik net in zat. Even kijken. Summer. Ik heb geen idee wat voor map dat is. Ik ken trouwens wel echt ziek veel mappen. Laat ik maar niet meer voor TNT gaan. Want daar heb je gewoon niks aan. Dan moet je gewoon redstone hebben. Wat stom zeg. Laten we dan gewoon gaan voor diamond. Ja, voor diamond. Ik denk dat dat wel echt strategisch gezien het handigste is. Want je hebt hier natuurlijk superveel hout. En dan kan je heel erg makkelijk als je geen goede spullen krijgt. En daar moet je eigenlijk van uitgaan, hè, in Lucky Island. Je moet ervan uitgaan dat je geen goede spullen krijgt. En dat je alles zelf moet maken. En wat komt dan heel erg goed van pas? Diamond en... Oh, wauw. Ik heb gewoon... Holy shit. Ik heb superveel blokken. En hout. En ja, dat heb je natuurlijk gewoon eigenlijk bijna in alle mappen. Oh, nice. Oh shit! Holy shit, dit ga ik meteen fixen. Want ik weet het wel, dan is het straks tijd om naar beneden te vallen. Niet zoveel zin in. Zo, gaan we deze erin doen? Kijk, en als we nu gewoon heel even dit kapot slaan. Ik zie daar trouwens in mijn ooghoek rechts. Ja, daar ben ik dan altijd mee bezig. Zie ik een name tag. Dus misschien is die wel hierheen aan het bouwen. Oh, er staat hier iets in de fik. Horen jullie dat? Even kijken. Ik ga in ieder geval een diamond sword maken. Hoppakee. Ben ik daar heel erg sterk mee? Heb ik deze ook. Oh mijn god, staat die echt in de fik? Ja, het staat hier echt in de fik. Holy shit, hoe kan dat nou weer? Ik heb geen idee. Die gast die heeft... Oh ja, Dragon Breath Wand.
Zo spreek ik het als het goed is, goed uit. Dat heeft hij gewoon gegooid naar mij. Ik weet het gewoon zeker. Ik weet het gewoon zeker. Zo, ik heb Diamond Boots. En dan nu is het tijd. Ik kan verder niks anders maken. Oh, je kan nog even eten maken. Dat is wel handig. Dankjewel. Zo, nu is het tijd voor mij om gewoon helemaal hier naar boven te gaan. Is nog niemand naar mij toe aan het bouwen? Nee. Heb ik hierachter nergens Lucky Blocks of zo? Oh, dit is een beetje een risico wat ik neem. Maar ik wil zeker weten of ik niks mis hier. Nee, volgens mij niet. Wat ik wel weet is dat helemaal hierboven één iemand is doodgaan, maar er staat niet bij wie. Dus die is waarschijnlijk gewoon noob geweest. Of die viel in het gat waar ik net in belandde bijna. Kijk, ik zag dit, zag ik van een afstandje toen ik in die gouden kooi zat. Kijk, de TNT-wand, dames en heren. Dan doen we even dit. En dan denk je, oh mijn god, Enzo, dat is echt super dom. Maar nee hoor, dat is niet dom. Als ik dan hier ga staan, dan krijg ik geen damage. En toch heb ik even lol gehad. Ja, mooi hè. Anyways, laten we even serieus bezig gaan. Oh mijn god. Boom. Boom. Oké, dit is verspilling. Ik heb nog maar 2 pijlen ervan. Hopsakee. En ik moet daar nog heen zien te geraken. Ik ga nooit meer bouwen met fucking hekjes. Want dat weet ik ondertussen wel. Oké, ik zie allemaal mensen met pijlen bogen. Hè. Dat is echt niet handig. Ik ben bang dat ik geraakt word. En dan ben ik wel even de lul. Oh, ik zie daar iemand loeren op mij. Ik wil eigenlijk gewoon daarin. Dan ben ik al blij. En dat gaat wel lukken, denk ik. Hoppakee. Ik heb het! Yes, dames en heren. En misschien krijg ik nu... Oh, hey, dat is leuk. Oh, die is veel beter. Of veel beter. En halve attack damage. En ik dacht, misschien krijg ik nu toch even wat leuks. En wat ik dan zou moeten krijgen is een diamond pickaxe. Ik ga voor de zekerheid toch dit doen. Als iemand mij eraf wil... Oh shit, oh dit is niet handig. Oh, nu zit ik een soort van vast. Oké, nu moet ik wel naar het midden. Hopsakee, daar ben ik. Wie wil met mij vechten? Wie? Wie? Oké, weet je wat ik ga doen? Kijk, ik zit nu gecrouched in F5. En als hij het niet door... Oh, er zit hier gewoon iemand. Oh, ik moet in deze modus moet ik vechten. Want ik heb geen tijd om op F5 te drukken. Yes, ik heb overwonnen. En wat doe ik nu? Hoppakee. Hoppakee, dames en heren. Hoppakee. Enzo, lekker gedaan, jongen. Hoppakee. Oh, en ik heb dit. Oh yeah, dames en heren. Dit betekent echt heel veel goeds. Ik sta er in één keer heel goed voor. In één keer sta ik heel veel goed voor. Hoppakee, die gooi ik even naar hem toe. Ga hem even lastigvallen. Oh, dat had niet zo heel veel nut. Heb ik hier nog iets leuks? Ik heb wat broodjes. Die zou ik eventueel, als ik nog heel erg lang blijf leven, of als dit... potje heel erg lang nog door blijft gaan, dan kan het eventueel handig zijn. Wat gaat hier gebeuren? Ik heb een TNT-wand, maar die kan ik nog niet gebruiken. En hij heeft een 1, 2 en gooi je die handel. Hop, heeft hij het nou niet door? Oh mijn god, ik wil jou eraf slaan, want anders ga ik dood. Dat bedoel ik. Meestal kan je wel een beetje inschatten of je doodgaat of niet. Je ziet die particles, oftewel die belletjes van hem afgaan. En dat betekent dat hij iets heeft ingenomen wat waarschijnlijk een strength potion is. En die doet gewoon echt 3 keer zoveel damage dan. Dan ben je gewoon heel snel dood. Jullie zagen het zo net al in het eerste potje. Pieuw! Klop. Blijft gewoon leuk. Welke gaan we? Transport. Oh nee, shit. Oh, maar dat kan ook wel leuk zijn. We zien het wel. Kijk hoe dit uit gaat pakken. We zitten gewoon met een paar andere random mensen. En dan begin ik altijd weer deze parcours te doen. Hoppakee, dit gaat altijd gewoon supergoed. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar ik wou zeggen, nu begint pas het moeilijke. Maar oh, we moeten niet in elkaar springen. Dat is vervelend. Maar hier, dit red ik eigenlijk altijd wel. Alleen na dat trappetje, dan begint pas het moeilijke. Want dan komt er zo'n soort jump. En die... En die haal ik gewoon. Ga ik dat dan... Oh mijn god, ik heb het gewoon gehaald. Dames en heren, bedankt dat jullie voor mij hebben geduimd. Dan ga ik er nu weer gewoon vanaf, alsof het niks was. Woehoe! Oh yes, ik ben er. Oké, waar kiezen we voor? En zo goed nadenken. Zit je op een eiland met eten? Ja, zit je op een eiland met hout? Ik zie geen hout, dus we nemen voor de zekerheid chef, zodat we eten hebben. Niet vanuitgaan dat je iets krijgt, hè, dames en heren. Ik heb jullie de tip net meegegeven. Ik zit gewoon met 3 andere mensen. Alleen, ik heb niet iemand... Oh, ik heb eten gekregen. Oké, wauw. Ik moet er niet vanuitgaan dat mensen mij gaan helpen. Dus ik moet alsnog doen alsof ik gewoon in mijn eentje ervoor sta. Hoppakee. Ik vind het trouwens superleuk om op deze manier... Oh, dit is lullig. Je staat gewoon in de fik. Sorry, maar ik wil het liefst alle chests hebben. Dus ik ga jou even dichtbouwen. Oh, dat is eigenlijk heel onaardig voor mij. Maar strategisch gezien is het wel slim. Oh shit, nu moet ik dit weghalen. Nee, kom op, ik wil dat blokje hebben.
Kom op. Oh mijn god, moet ik dit ook weghalen? Oh, karma is een bitch. Dat weten jullie allemaal. Oh mijn god, waarschijnlijk kan ik dat geen eens pakken. Oh mijn god, dit gaat zo lang duren, dames en heren. Sta me bij. Iemand mag het niet voor mijn neus wegpakken. Oh, yes. Ik heb het gepakt. En dan ook nog eens hier eten. Zo, en dan gaan we nu bouwen, inderdaad. Ik ga je helpen, hoppakee. Ik ga je helpen. Prank, prank. Hartstikke leuk. Oké, ik heb best wel leuke spulletjes, maar geen wapen. Dus hopelijk komt hier een wapen uit. Hopsakee, hier komt een wapen uit. Een stone axe is best wel goed. Dus ik vind het not bad. Dankjewel. Oh, niet openmaken. Oh mijn god, waarom maar... Oh, nice. Dit is vet raar. Als je een trapped chest, dus een TNT chest, openmaakt... Hopelijk zit hij wat goeds in. Nee. Als je een trap... Oh, dit is lullig. Hij gaat hem aanvallen waarschijnlijk. En dan valt hij eraf. Ik maak de hele tijd mijn zinnen niet af. Er komt de hele tijd iets tussen. Oh mijn god, dit is niet handig. Er komt de hele tijd iets tussen. Dankjewel. Daar had ik echt helemaal niks aan. Oh, die is bang. En dat is maar goed ook. Oh mijn god, een TNT-wand. En die wilde ik juist hebben. En dan krijg ik hem niet. Kijk, weet je wat hier leuk aan is, dames en heren? Oh shit, dat was helemaal niet handig. Ik had gehoopt dat alles wat onder hem zat zou verdwijnen. Maar dat gebeurde niet helemaal, hè? Nee, nee. Oké, laat ik even alles gaan eten. Oh, snel deze openmaken. Misschien kan ik nog iets leuks krijgen. Oh, yes! Dit is handig. Dit is handig. Dit gaan we niet te afslaan. Niet te afslaan. Oh mijn god. En ja, dit is gewoon weer karma. Hij pakt gewoon al het armor van mij af. Omdat ik daarvoor allemaal dingen van hem heb weggepakt. Oh mijn god. En dit is weer karma voor hem dat hij mijn ding heeft weggepakt. Kijk, dan ga ik in ieder geval op hem... Oh, jullie zien het, hè? Jullie zien het, hè? Jullie zien het, hè? Oh, yes! Ik heb hem gewoon! Wow, dat had ik niet verwacht. Daarom bedoelde ik eigenlijk niet van jullie zien het, hè. Ik bedoelde eigenlijk meer in de zin van... Yo, gasten, hij heeft particles om zich heen, dus hij is fucking sterk. Oh mijn god, die man heeft zoveel spullen. Holy shit, kijk dan wat hij allemaal heeft. Oh mijn god, dit is heaven. Dit is gewoon heaven. Ik moet goed oppassen. Wat heeft hij allemaal wat andere mensen ook kan helpen? Oké, dit gaat super lekker. Heeft hij nog hier iets liggen? Ja... hij heeft nog een chestplate, oké. Ik wil ervoor zorgen dat andere mensen... Oké, jij moet even weg. Want ik word nu gewoon genaaid. Ik word nu gewoon... Doei, later. Hoppakee, dames en heren. We moeten even goed strategisch denken. En wat helemaal strategisch is dit. Let op, dames en heren. Kijk, ze hebben niks door. We pakken eerst die, want die andere is aan het enchanten. Dus die snapt er helemaal niks van. Kijk, en dan pak ik hem nu één keer. Hopsakee, die is dood. Die andere heeft nog steeds niks in de gaten. Nu wel, maar dat is te laat. Dus we pakken hem. Hij mag niet eraf. Oh, kom op. Oh mijn god, dat heeft hij slim gedaan. Maar dames en heren, wij hebben ook nog een enderpul. Dus we gaan hem gewoon achterna. Kijk, staan we hier naast hem. Pakken we hem gewoon alsnog. Hoppakee, pakken we hem gewoon af. Ik snapte daar echt helemaal geen bal van. Ik snapte daar helemaal niks van, dames en heren. Maar, maakt niet uit. Ik zit in een nieuwe map, Western. Ik heb deze wel eerder gespeeld. Ja, ik kom me wel bekend voor. Dus wij gaan even lekkertjes ownen. Lekkertjes is een nieuw woord. Gooi hem in het woordenboek, yo. Hoppakee, gaan we Lucky Island weer doen. Oh, water, man. Ik had dorst, dankjewel. Oh, yes. Yes. Yes, potions. Hoppakee, ook al krijg ik nu een stone axe... Ik kan iedereen aan, want met strength, jullie weten het, hè? Dit is wel de aflevering van dat ik elke keer duidelijk maak dat strength gewoon fucking overpowered is. Ho, nooit boven een lucky block gaan staan. Dat is echt het stomst om te doen. Oh mijn god, deze map is helemaal niet zo heel chill. Oh mijn god. Oké, ik dacht heel even dat hij enderpearl gebruikte, maar hij gooide gewoon wat vuur naar mij toe. Nou, dat mag hoor, daar kan je mij echt niet pijn mee doen. Zo. Hier is een crafting table. Die ga ik meteen gebruiken. Haatse flatsen. En dan nu nog even dit stukje hout. Ja, kom op. Mag ik alsjeblieft een stukje hout? Dankjewel. Nu nog dit stukje hout. Jullie weten natuurlijk al wat ik ga maken. Zo. En dan zo. En dan ga ik nu geen boots maken wat ik de vorige keer had gedaan. Nee. Ik ga gewoon leggings maken. Ik heb geen idee of dat nou een verschil is tussen... boots nou meer protection geeft dan leggings. Ik heb echt geen flauw idee. Oh, daar zit ook nog een lucky block. Dat wist ik helemaal niet. Maar het is in ieder geval voor... In mijn hoofd heb ik het gevoel dat het meer... Oh, nog eentje. Meer protection geeft. Oké, dit is nice. Ik heb nog iets gevonden. Oké, wat gaan we doen? Potion of harming, die wil ik hier hebben. En potion of strength doe ik als allerlaatste. Die neem ik gewoon in voor een gevecht. En slowness hoef ik niet, maar potion wel. Want die doet ook gewoon weer damage. Dus nu heb ik het wel allemaal een beetje goed op een rijtje. Ik zie dat mensen allemaal armor hebben en shit. Ik zie hier helemaal niemand op zitten.
En dit betekent dat ik daarheen ga bouwen. Ziet niemand mij? Nee, niemand ziet mij. Ik ga gewoon in één keer door, dames en heren. In één keer. Go, 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 go. Dan kan ik alles wat op dit eiland zit... Kijk, en nu gewoon springen. Kan ik gewoon openmaken. Kijk, want dan zit hier nog een lucky block. Oh! Oh! Ik word gewoon geprankt. Er is hier wel iemand geweest. Maar waar is hij heen gegaan? Heeft hij dan een enderpeel gebruikt? Heeft hij dan dat lucky blokje hier aan de achterkant ook gezien? Kom op. Oh mijn god, hij heeft gewoon alles gepakt. Nee, dames en heren, dit kan niet waar zijn. Dat heb ik gewoon gebouwd voor niks. Nou, dan ga ik nu hierheen. Even kijken of niemand me in de gaten heeft. Nee, nog niet. Nou, gaan we gewoon hier weer lekker heen bouwen. Ja, dames en heren. Oh, ik hoor volgens mij iemand. Ik zie daar een rotten cookie. Wat doet die rotten cookie daar? Hoe kan dat, hé? Hey? Hoe kan dat, beta? Beta, hoe kan dat? Zo, en nu heb ik geen bloks meer. En nu ga ik gewoon springen. Hops, oké. Allemaal lucky blocks. Holy shit. Ik heb een zwaard, maar die had ik al. Maar toch leuk dat ik er nog eentje heb. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. God is met mij. Want God wil dat ik 2 zwaarden heb. Zo. Nou, laten we andere lucky blocks ook openmaken hier binnenin. Er kan altijd nog een... wat kan ik nog gebruiken? Een wand. Oh, dit kan ik ook wel gebruiken op zich. Oh, sorry. Ja, ik... Oh, shit. Oh, ik zie hier iemand bouwen. Ik zie hier iemand bouwen. Ik neem deze in. Want dit wordt vechten. Dit wordt vechten. Hier heb ik harming en potion. Als ik hoog sta, dan heb ik het voordeel. Kijk, ik gooi eerst die potion. Dan, kijk. Oh, hij is zogenaamd onzichtbaar. Kijk, ik heb hem nu beschadigd. Kijk, kijk. Jullie weten het, hè? Jullie weten het, hè, dames en heren? Hopsakee. Heerlijk dit. Dan heb ik weer nieuw armor. Dankjewel. Nou, ga ik nu deze hier neerzetten, want dan moet ik wel slowness gebruiken. Ga ik nog heel even kijken. Bij deze lucky hier, ik geef jullie gewoon allemaal tips die jullie gewoon kunnen gebruiken. Nou, aan een schaar heb ik niet zoveel. Hé, blijf hier staan, man, lul. Zo, kijk, hier heb ik wel wat aan. Hoppakee, zie je? Villagers zijn niet stom. Villagers hebben dan misschien wel een luier om. Maar alsnog vind ik hun de bom. Want hun geven mij gewoon goede gear. Hè? Hoppakee. Wow, elke keer bliksem, man. Allemaal mensen gaan dood. Oh my god. Maar hier is als het goed is... Oh nee, die dat lucky blok heeft hij waarschijnlijk nu kapot geslagen daarachter. Ja. Oké, dan is hier verder niks meer. Ik zie daar iemand. Laat ik heel even kijken wat ik allemaal nog bij me heb. Hier heb ik een wand, hier heb ik een wand. En ik denk dat ik het op deze manier ga doen. Vuur, yay. Nou, daar schoot ik niks mee op. Ik ga zogenaamd onzichtbaar zijn. Hij ziet mijn armen genoeg. Hij ziet mij wel staan, hij ziet mij wel staan. Oh, ik zie daar iemand naast. Oké, wat ga jij doen? Hier, alsjeblieft. Oh, wat is deze aan het doen? Had ik die al gehad? Ja, hè? Nou, dan mag jij weg. Doei. Oh, wat brutaal en zo. Waar ga ik nu heen? Dat is een beetje de vraag. Ik heb geen gravel nodig, want dan val ik meteen naar beneden. Ik... Wow, niet normaal. Ik moet naar het midden zien te geraken. Ik ben een beetje bang. Als ik nu flikker, dan is het wel echt heel erg zonde. Eigenlijk kan ik niks anders doen dan gewoon dit opgraven. Natuurlijk wel even hiermee. Gaat lekker snel. Ja, ja. Ik zag het jullie al denken. Enzo, pak een schep. Pak een schep. Kom op. Ga scheppen. Dat vinden wij zo leuk. Ja, ik weet het. Ik voel jullie zo goed aan. Oh, wauw. Ik hoor hier iemand. Dat is die fucking villager, man. Ga dood. Hoppakee. Ik schrok namelijk van hem. Oké, waar is hij? Gaan we eerst heel even naar boven. Ik wil eerst even een beetje overzicht krijgen. Waar is die gast gebleven? Daar zie ik nog iemand. Oh, wow, hij was gewoon onzichtbaar. Zagen jullie dat? Ik zag hem in één keer bouwen. Oh, hij gaat voor alle lucky blocks. Dus dat geeft mij het idee dat hij niks goeds heeft. Oké, hij ziet mij nu. Hij kan nu iets doen, maar hij doet het niet, want hij heeft niks. Dus dit geeft mij een heel erg groot voordeel. Oh, hier nog gewoon een lucky block. Oh, dit is leuk. Kijk, nou, misschien krijg ik het in de fik. Oh, bijna. Oh, heeft hij nou een enderpeel? Nee. Huh? Oh, dat was bijna raak. Dat was bijna raak. Ik zie daar nog iemand en daar. Dus dat zijn de laatste 2. Ik ben een beetje bang om naar hem toe te gaan. Omdat ik bang ben dat hij toch iets heeft... Oh mijn god, wat doet hij? Dat hij toch nog iets heeft wat hij kan... Oké, nee, dat is een duidelijke boodschap. Nou, dan ga ik gewoon de andere kant op. Ja, toch? Dat ga ik niet moeilijk doen, hoor. Hoppakee, ga ik dit gebruiken en dan ga ik hier omhoog. Nu kan ik dit wel gebruiken. Hoppakee. Waar is die andere? Blijft die... Oh nee, die blijft niet op zijn eiland. Ik wil wel naar het midden. Ik vind dat fijn. Ik ga ze pranken. Kijk, prank.
Ja, prank. Ja, prank. Hoppakee, daar ga ik, daar ga ik, daar ga ik. Jee, ik ben in het midden. Woehoe. Wat kan ik hier doen? Helemaal niks. Jee. Maar toch ben ik er. Oh, blokjes. Nice. Altijd welkom. Dank je. Hopsakee. Oké, ik zie hem daar. Ik zie daar beweging, dames en heren. Beweging gedetecteerd. Bam. Hoppakee. Jij gemene Rick. Ik ben wel blij dat ik armor heb, zeg. Oh, ga jij dit doen? Nou, dan ga ik dit op jou gooien. Ha. Oh, shit. Kan ik deze al op hem gooien? Oh, mijn god. Nee. Oh. Oh, shit. Die komen echt niet ver, die dingen. Holy shit. Oh, wat gaat hij doen? Oh, gaat hij dit doen? Gaat hij deze tactiek doen? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik dacht dat die potions veel verder gegooid konden worden. What the fuck? Oh, oh, er komt iemand achter hem, dus ik moet hem bezighouden. Voordat ze allebei op mij gaan. Dat zou zo niet handig zijn. Ik ga jou aanvallen. Oh, net niet. Holy shit, ik sta bijna zelf in de fik. Oh mijn god. Hij komt hierheen, hè. Waarom pakt die gast in zijn rug hem niet? Als hij komt, dan zet ik snel die regenwand aan. Ja, die gast in zijn rug komt. Ik blijf hem afleiden. Ja! En nu pak ik hem. Ha! 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 Kom op, snel Enzo! Kom op Enzo, jij kan het! Kom op, die regenwand aan! Yes, ik heb die regenwand aangedaan! Mag het baten? Mag het baten? Oh mijn god! Hij heeft mij zojuist verslagen op de meest briljante wijze ever! Die gast zette, ik weet niet of jullie het zagen, want het ging heel erg snel, een fucking trap chest neer. En daardoor ging TNT af. Oh my god. En mijn TNT loopt vast. Mijn Minecraft loopt vast. Dames en heren, ik vond het super leuk zo even 1-op-1. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog achterlaten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk check ik jullie morgen bij een nieuwe Minecraft video. Peace!